Nou, voor elke wedstrijd heb ik altijd wel een bepaalde wedstrijdspanning. Alleen dat is wel een stuk minder dan in het begin van mijn carrière. En ik kan inmiddels wel zeggen dat ik, ja, wat ik al zei, vrij ontspannen naar de wedstrijd toe leef. En ik weet wel dat voor mezelf gewoon een gezonde wedstrijdspanning goed is. Want als ik niks voel, ja, dan is het allemaal gelaten. En, maar overdreven zenuwachtig ben ik ook wel niet. Ja, als keeper zijn hoef je maar één foutje te maken en het is een goal. Dus wat dat betreft is de concentratie absoluut vereist. En misschien is dat wel een van de moeilijkste onderdelen van het keeper. Omdat je in sommige wedstrijden niet altijd heel veel te doen krijgt. Ja, in de momenten dat je dan wat te doen krijgt, dan moet je er wel staan. En dat vereist wel veel concentratie. Ik coach sowieso wel heel erg veel met de verdediging en ik heb ook het gevoel dat dat nodig is. Omdat als keeper zijn heb je toch het overzicht over het hele veld. En dan kan je het makkelijkste zien waar de ruimtes liggen of waar iemand een stapje naar binnen of naar buiten moet zetten. En als dat niet vanzelf gebeurt, dan moet je dat gaan coachen en op die manier kan je het beste samenwerken. Natuurlijk, een keeper wordt vaak gezien als eenling in een groep, maar ja, tenminste, ik voel me echt onderdeel van deze groep. En als er gescoord wordt, zal ik niet het hele veld overrennen om het met de jongens te vieren, maar dan bouw ik zelf ook bij feestje. Ja, eigenlijk heb je als keeper zijn weinig te verliezen met de penalty tegen. En, Ik had op dit moment totaal geen voorinformatie, geen voorkennis, dus het was puur intuïtie en ja, ik kon vrij makkelijk lezen eigenlijk waar ik ging schieten. En, ja goed, dan is even de ontlading er. Ik bedoel, het publiek staat erachter en die hebben geloof ik 20 minuten na mijn naam gescandeerd, dus ja, dat is een fijn gevoel. En ik probeer de boel nog een beetje op te zwepen en dan ja, zelf heb ik toch natuurlijk op dat moment ook wel even gekeken. Maar als je dan uiteindelijk ook zo'n wedstrijd over de streep trekt, dan is dat een heerlijk gevoel. En ja, voor mezelf, wat je al zegt, ik had best wel wat te doen. En op een belangrijk moment een penalty pakken, dan kan de avond niet meer stuk.